vluchtelingen een extra steuntje in de rug geven. Dat doet avansstudent Social Work Nienke bij haar stageplek Welkom in Den Bosch. De organisatie biedt de nieuwkomers onder andere taallessen en ICT-trainingen aan. Ik vind het gewoon zo sneu als mensen hier in Nederland komen en ze zijn eigenlijk heel slim, maar ze worden dan toch gezien als de vluchteling of zo. En ik zou dan gewoon willen dat ze gewoon opgenomen worden in de maatschappij, want het enige verschil is dat ik Nederlands ben en jij dan bijvoorbeeld Syrisch of Oekraïens. En ik wil ze gewoon laten zien dat je ook gewoon welkom bent en iedereen hier gelijk is. Een van de nieuwkomers is de 20-jarige Samia uit Irak. Zij werd tijdens de oorlog gedwongen moslim te worden, maar dat wilde ze niet. Door de onveilige situatie is zij naar Nederland gevlucht. Ja, als je in mijn land bent, dan voel je niet veilig. Ja, en als je in de nacht slaapt, ja, en je bent zo bang en zo, je kan niet goed slapen ook. Ja, en nu gewoon veilig, gelukkig. Nu kan Samia weer ademhalen en is ze volop bezig de Nederlandse taal machtig te worden. En dat doet zij met oefeningen, zoals een waterfles verkopen. En die water gaat niet vallen op, in je tas en zo. En ja. Je spullen worden niet naar door die voor de vlees. Ze zeggen echt tegen me van dankjewel dat je me hebt geholpen. En ik zie gewoon dat vooral de taal de barrière is. En als ik daar dan hun in kan helpen, kunnen ze daarna weer alleen verder. Dus het is echt een eerste opzet wat voor mij heel makkelijk is, maar voor hun een heel groot iets is. Welkom in Den Bosch werkt veel samen met avansstudenten vanuit de leergemeenschap en met stagiaires van de opleiding Social Work.